Ja, ik vind de verdediging van de heer Bussoff toch wel erg mager. Want hij zegt, het gaat één dag goed. Ik vind dat niet heel sterk. Dat vind ik ook niet echt sterk. Cameratoezicht, dat was ik ook nog niet tegengekomen. Twee nachten lang, dan gaan dan mannetjes of vrouwtjes of non-binaire personen, daar wil ik van af zijn, die gaan dan naar die schermen kijken. De hele nacht gaan ze naar duizenden schermpjes kijken, waar dan niets gebeurt. En dat lijkt me dat het nog eens een veel kostbaardere grap is dan in de 10 miljoen die ons voorgespiegeld wordt. Dus het is een enorme operatie die veel groter is dan ons ooit is verteld. Er komt nu cameratoezicht bij en er is gewoon niet goed over nagedacht. Ik vind het toch wel heel mager, dat zal de heer Bussoff toch met mij eens zijn. Volgens mij delen wij met z'n allen de opvatting dat verkiezingen inderdaad goed en eerlijk en transparant moeten verlopen.